Beste kijkers, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal Geschiedenis. Vandaag in Geschiedenisvlog on Tour. Hij is goed dichtgemaakt, toch houden wij dat niet tegen om er binnen te komen. Dit is een versperring. Ik sta hier bij de Asschatterkeerkade. Je ziet hier allemaal een lijst van allemaal kaatsmatten. De meeste mensen noemen het bunkers. Bij de Asschatterkeerkade. Dit is een verkenningskaasmat die voor de normale linies ligt. Dit is niet meer de originele loopgraaf. Die was er ooit wel, maar die is nu nagebouwd met zandzakken van beton. Dit is een versperring. Deze werd vlak voor de oorlog gebouwd tegen een van de belangrijkste wapens. Ik sta hier boven op de Duitse bunker, een van de grootste van het stel. Deze werd gebouwd tegen de Canadese inval. Toch zijn zij er nooit gekomen. Ik zit hier midden in de muur van de Duitse bunker. Deze muren waren zo dik dat ze alles konden tegenhouden. Ik zal je een rondleiding binnengeven. Dit is een van de geschutskoepels. Hier is een schietgat. En dan hier is het donkere gedeelte. En hier is nog een geschutsgat. Zo kan je duidelijk zien hoe groot zo'n kaasmat eigenlijk is. Bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Geschiedenisvlog on Tour. Tot de volgende keer.